De ChristenUnie concludeert dat de PvdA het net oordwat had om het CDA los te laten. Blijkbaar bang om uw fjouwer hier daarop weer ouwrekkende te worden. Is daarmee misschien de grootste verliezer van deze verkiezing tot de winnaar, Jan? Het was veel meer voor de hand liggende geweest dat u mij had gebeld, de PV, de grootste winnaar, maar ook de VVD had gebeld en D66. Dat was de normale gang van zaken geweest. Waren we er dan niet uitgekomen, dan had je althans kunnen zeggen, we hebben het geprobeerd. En het proces, als je er nu op terugkijkt, heeft zich eigenlijk gekenschetst door het uitoefenen van macht, maar ook door intolerantie en vooringenomenheid. En dan kom ik tot de stelling dat het eigenlijk niet gaat om de PvdA, de Partij van de Arbeid, maar om de PvdU, de Partij van de Uitsluiting. Wij kunnen net oorspronkelijk dan verstellen dat vanuit het allereerste begin het CDA haar claim voor 2 deputaten op tafellijn had. Hierdoor waard de coalitievorming, die toch vooral over de inhoud ging, had, van meter van gijzelen door de personele samenstelling. Oude wien in oude sekken, waar de vermidje ik zijn. En dat is dan misschien wel de geervetting van de kritiek. Toch wordt het nieuwe college installeerd met 5 deputieren. Er is ook een soort kritiek op het coalitieprogramma. Net concreet genoeg te volle liekjend op het oude. Wij vinden het ambitieloos en doorspekt van zouteloze compromissen. Alleen nog de coalitiepartijen, CDA, PvdA en FNP stemmen in met het programma. Felicitaties van elkenien van nagelnijen deputaire Johannes Kramer. Alle partijen gunnen de FNP een zit in het college. Ik al is de VVD kritisch over de lichte portefeuille die de partij kregen het. En alle partijen, zei ze, zien een van de bekendste deputieren van het land, Piet Adema, tegen betegen voor die goede geerwerking. Hij zit er nu als steertelid in de oppositie.